De verwachting is dat veel tulpen al weg zijn voor 5 mei. De bloemen worden gekopt als ze uitgebloeid zijn. Dit doen de boeren omdat de tulp in het veld niet gekweekt wordt voor de bloem, maar voor de bol. Op die manier wordt de bol sterker. De tulpen zijn de afgelopen week sneller gegroeid dan verwacht. Herman Vermeer van de Tulproute Flevoland adviseert dan ook om deze maand nog naar de tulpen toe te gaan en niet af te wachten tot 5 mei. Afgelopen weekend was het extra druk rondom de tulpenvelden. Het mooie weer en de extra vrije dagen met Pasen zorgden voor veel toeristen. Volgens Ellen Bonen van het Tulpenfestival Noordoostpolder waren bij het belevingsveld in Krel zo'n 450 mensen per uur. Op de route was het volgens haar nog drukker, omdat maar 1 op de 3 auto's stopt. Afgelopen weekend ontstond af en toe een onveilige verkeerssituatie doordat automobilisten zomaar op de rem trapten of de berm in reden. Volgens de politie is het de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf om veilig te rijden.